Zo, daar zijn we weer. Five seconds from Wolf. Four, three, two. Tijd voor teenagers. Iedereen gelukkig? Nou, ik ook. Brothers. And this is Don, and we'd like to tell you you're listening to Time for Teenagers, and I'm sure you're going to hear your favorite records. Even in de war. We hadden namelijk gesproken over You're My Girl, een opname van Don and Phil die het niet zo best deed. Maar hun hit van dit moment is natuurlijk That'll Be The Day. Dat is dus de hit van dit moment. En dan wordt er weer heftig ja geknikt. Dat is de juiste. Alright, alright. Long Live Love. Hier is een première van Sandy Shaw's nieuwste. Venus must have heard my plea. She has sent someone along for me. Thank you.
even laten. Een geweldig nummer van Sandy Shaw. We draaien zo af en toe ook nog wel verzoekplaten. En hier is zo'n verzoekplaat. Mocht jij nog niet aan de beurt zijn geweest, trek ik je dan niet aan. Ik vraag je waarom wil je mij dan niet meer zien? Je sluit je op omdat het uit is met die vriend. Maar dat was toch al weken te voorzien, of niet soms? Helene, ik wil alleen maar even bij je kunnen zijn. Omdat ik nu juist zo een steun zou kunnen zijn. Ik voel al maandenlang precies dezelfde pijn als jij. Helene, want ik hou van jou. Helene, trek het je niet aan, trek het je niet aan. Want morgen komt er weer een dag. Trek het je niet aan, trek het je niet aan. Dan ben je hem vergeten met een lach. Trek het je niet aan, trek het je niet aan. Misschien dat je dan eindelijk zult begrijpen hoeveel ik van je hou, hoeveel ik van je hou. Hoeveel, Helene, hoeveel ik van je hou. Trek het je niet aan, want morgen komt er weer een dag. Trek het je niet aan, trek het je niet aan. Dan zul je hem vergeten met een lach. Trek het je niet aan, trek het je niet aan. Misschien dat je dan eindelijk zult begrijpen hoeveel ik van je hou, hoeveel ik van je hou. Hoeveel, Helene, hoeveel ik van je hou. Zet Zet en zijn maskers met een van zijn leukste liedjes. Heel sfeervol. Ken je King of the Road van Roger Miller? Ja, dat is een krankzinnige vraag natuurlijk, want iedereen kent dat. Maar op de Amerikaanse hitparade staat nu ook Queen of the House van Judy Miller. Leave for work feeling good, 'cause you're
should always wind. Plaatje getipt voor de hitparade. Wat kwam, wat ging, wat bleef. Tijd voor Teenagers presenteren. De Nederlandse top 10 van deze week. 10 is nieuw. Vind je dat gek? Ach, ga weg. We've already said. Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. Ja, dat was een spel kaarten. 3, de Rolling Stones. Natuurlijk, The Last Time. My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna put your flag on fire. You're talking about henna, henna, henna. Aiko, aiko, ande. Giacomo Fino, annale. Giacomo Finale. Look at my king all dressed in red. Aiko, aiko, ande. I bet you $5 will kill you dead. Giacomo Finale. Talking about henna. My playboy and your playboy sitting by the fire. My playboy to your playboy, I'm gonna set your plane on fire. Talking about henna, henna, Aiko Aiko Ande. Giacomofino Anane. See that guy all dressed in green, Aiko Aiko Ande. He's not a man, he's a loving machine. Giacomofinale. Talking about henna, henna, Aiko Aiko Ande. Giacomofino Anane. Giacomofinale. Talking about henna, henna, Aiko Aiko Ande. Giacomofino Anane. Dat was een heel leuk plaatje, Aiko Aiko van de Dixie Cups. Don Phil, what about Elvis? Is he still popular in the States? I think he is. He and I hear that he's going to do some television this year. He is. He sells an awful lot of records. You just don't. You aren't as aware of him because he's... A lot of albums, too. Yeah, a lot of albums. Mm-hmm. He, and worldwide, I still think he's probably the biggest act. Even. But he never comes to Europe.
He doesn't do shows anywhere. He just does the movies, you know. But it doesn't seem to have phased his popularity. I still think he's probably the biggest thing in the world. Mm-hmm. You know, if you were getting down to record sales, you know. He has money enough. He has plenty, I guess. Het is dus zelfs zo, in Amerika is hij wel populair, Elvis Presley. Maar ook daar treedt hij dus nooit eigenlijk in zalen. Alleen maar, treedt hij dus in zalen op, alleen maar films. En dat is dus een beetje jammer, ook voor de Amerikaanse tieners. Maar ja, Elvis heeft al geld genoeg. Wat zal hij dus nog meer optreden dan hij al doet in de films. Maar dit lijkt me wel een leuk moment om Crying in the Chapel te draaien. The way, and you'll surely find the way. Ook nieuw voor Don and Phil is Help Me Rhonda, de nieuwste hit van de Beach Boys. Well, bitch, you put me down, I bet I'll do it in my head. I commit late at night, and in the morning I can lay in bed. Laatste vraag dus, want die jongens die moeten dus nog door naar Gasselte en we zullen ze niet helemaal tot het allerlaatste plaatje in het programma houden. Do you like the songs written by Bob Dylan? Bo Diddley? Bob Dylan, oh. Yes, very much so. It's a sort of a new phase or an avant-garde folk music, and I like the songs very much. Mm-hmm. And I guess he's had quite a few hits really by himself and other artists. And the mm-hmm. Peter Paul and Mary did quite well. And I think I liked his first work better than his later things. I don't know why. It just seemed like he had more heart mm-hmm. in the first ones. Ja, ja. Ze zijn dus beide echt wel verrukt van de muziek die Bob Dylan schrijft. And, well, you have plans to come back in our country in the near future? Well, we have no specific plans, but I think speak for Phil in saying that we would like to come back. If we miss coming to Europe or England and the continent a year, I get very sort of homesick for it a little bit. I
mad friends here and always am wanting to come back. Mm-hmm. Today was such fun with the people that I think if we come back to Europe, we're especially going to make sure we come to Holland again. Ja, ja. Ja, of ze dus binnenkort nog weer eens naar Nederland zullen komen, dat staat op dit moment lang niet vast. Maar na hun ervaringen vandaag in Utrecht voelen zij er alles voor. We zijn dus begonnen met over Bob Dylan te praten. Ik geloof dat we niet beter kunnen doen dan nu van Bob Dylan te laten horen. Subterranean Homesick Blues. Ja, met dit nummer staat Bob Dylan hoog op de Amerikaanse hitparade. En Don en Phil staan weer buiten onze studio en kijken nog snel de dure fotoboeken over Nederland door die zij van de Nederlandse Everly Brothers fanclub kregen. Dat vind ik een heel leuk idee, jongens. Eens kijken op de klok. Ja, het is ongeveer 7 over 7. Dan is het tijd. Ik ga iedereen een prettig weekend wensen. Ik hoop op mooi weer. Veel zon en weinig wind. Nou ja, weinig wind. Dat is ook weer niet zo leuk voor Zeilers en Donovan. Want van hem is het laatste plaatje. Vang de wind. Catch the wind. In the chilly of the night, of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand, how that I may as well try. Sundown fills the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I look, your eyes are fine. Finding love you now would be the sweetest thing, would make me sing, Abraham. Het was tijd voor teenagers, gasten, de Everly Brothers, presentatie Herman Stok, productie Code Kloet.